Inmiddels kunnen we wel spreken van een behoorlijke reeks aan brandstichtingen bij zendmasten. Afgelopen zondag op maandag was het wederom raak hier in Den Haag. 2 keer achter elkaar met alle gevolgen van dien. En de politie vraagt zeer dringend uw hulp. De eerste brand in de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei is aan de Jaap Edeweg, vlakbij de Uithof. We kregen rond de klok van 1:30 kregen wij een melding van een getuige. Die zag dat er 2 personen wegliepen bij een zendmast aan de Jaap Edeweg. En dat was uiteindelijk dus brand bij die zendmast. Tja, dit is een hele belangrijke zendmast voor ons. Het is namelijk een zendmast van het systeem waar hulpdiensten gebruik van maken, van het C2000 systeem. Dus ja, schade aan dergelijke masten, dat kon de hulpverlening in gevaar brengen. De brandweer kan de brand snel blussen, maar zo'n 40 minuten later komt de volgende melding. Aan de Laan van Poot woedt ook brand in een zendmast. Ook hier is de schade behoorlijk. Gaat het hier om dezelfde verdachte of groep verdachten als de eerdere incidenten in het land? Nou, we houden natuurlijk rekening met alle scenario's. Er wordt ook goed onderzocht of er inderdaad sprake is van een verband. Want er zijn natuurlijk meerdere branden bij zendmasten in het land geweest. Zo ook in onze eenheid in Waddinxveen onlangs. En dat wordt natuurlijk nader onderzocht. U kunt de politie helpen bij het onderzoek door u te melden als u informatie heeft. Nou, we willen heel graag weten of er toevallig getuigen zijn die iets hebben gezien rond die tijdstippen. 1:30 Jaap Edeweg en rond de klok van 2:10 aan de Laan van Poot. En mogelijk zijn er bewoners of ondernemers die camerabeelden hebben waarop die verdachten te zien zijn rondom die tijdstippen. Dus check even je eigen camerasysteem en neem contact met ons op. Alle tips over de brandstichtingen bij zendmasten in Den Haag in de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei zijn welkom. U kunt bellen met de politie op 0800 60 70. Maar als u liever niet zegt wie u bent, dan is er Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.